Uit onderzoek blijkt dat een deel van de bodem, 45% in Noord-Nederland, enige mate van verdichting heeft. Onder de bouw voor. En nou, dat heeft direct natuurlijk van invloed is het op de productie. Waterbergend vermogen, hoeveelheid lucht er in de grond zit, maar ook de worteldiepte en dergelijke. Dus dat merk je direct. Nou, ook op gras blijkt toch wel een vorm van bodemverdichting te zijn. Ja, dat valt moeilijker te herstellen, met name als het op diepte zit. De oorzaken zeg maar, van bodemverdichting, dat is eigenlijk heel kort gezegd dat je onder verkeerde omstandigheden op die grond bent. En verkeerde omstandigheden, dat is eigenlijk vooral als het te nat is. Ja, als er natuurlijk minder ruimte is tussen die bodemdeeltjes, dan heeft beworteling van een gewas gewoon veel meer moeite. En dat is vaak, dat is toch wel vaak 10-20% minder opbrengst als gevolg van bodemverdichting. Dat weten we uit het onderzoek. Door bodemverdichting is er ook minder benutting, minder goede benutting van nutriënten. Dus ze spoelen ook weer meer nutriënten af en uit, zeg maar, naar grond- en oppervlaktewater. We denken dat een van de oplossingen wel zit in het beheer van kruidenrijk grasland. Maar een plant is dat behoorlijke kracht in staat. Je kunt dus een storende laag kun je technisch oplossen met een machine. Je kunt hem ook met mineralen deels oplossen. De andere optie is dus om met planten, met gewassen, dus die storende lagen op te lossen. En dat is ook maatschappelijk ook wel iets wat weer gewaardeerd wordt. Als het echt zo is dat we wisselen die klimaten, als het doorzet, dat we meer droge periodes krijgen, dan is dit wel een van de methodes om dus die zomermaanden goed door te komen. Bodemverdichting, dat vind je in de grond vaak laagsgewijs terug. Van nature heeft hier een verdichte laag gezeten. Dat is deze zwarte laag. Dat is organische stof die er van nature is gekomen. En de boer heeft 2 jaar terug proberen die zwarte laag te breken. Met het gevolg dat die wortels dan dieper de grond ingaan. En dat kun je hier mooi terugvinden. Dan zie je de wortels. Dus ongeveer tot 70-80 centimeter diepte zie je ze de grond in gaan. En dat is voor grasland heel diep. Dat merk ik al een jaar of 20, dat je dat ziet. En dat komt door de zwaardere machines, groter. Ja, het materiaal wat zwaarder waar de loonwerker mee komt. Ja, hoe ga je daarmee om? Je bent afhankelijk van de loonwerker waarmee hij komt. Ja. Je hebt wel eens gesprek met hem, met de loonwerker over een ander merk, mestinjecteur of een andere bandensoort of bandenspanning. Maar het is toch wel zijn eigen keuze die hij hanteert. Heel veel boeren die geven aan, ja, een loonwerker komt met groot materieel. Een loonwerker geeft aan van, boer vraagt veel capaciteit, dus ik moet met groot materieel komen. En eigenlijk wil je dat ze met elkaar in gesprek gaan. Er is een soort concept checklist is op dit moment in ontwikkeling. Dat houdt in dat de agrariër en de loonwerker gezamenlijk die lijst door moeten nemen. En dan moeten nagaan wat dat zeg maar voor hun kan betekenen in specifiek hun gebied. Nou, om de dialoog tussen een boer en een loonwerker op gang te houden, is het denk ik vanuit de loonwerksector heel belangrijk dat wij ons ook opstellen klantgericht om ook de vraag te durven stellen van waar is behoefte aan, waar moeten wij mee komen voordat we de investering doen. Ik denk dat dat heel belangrijk is, want er is toch wel de neiging om te investeren omdat het mooi is, maar het moet ook effectief zijn en de klant moet er ook om vragen. Ik denk dat dat wel heel essentieel is. Het is goed om af en toe in je grond te kijken, met een grondboor of met een pen. Maar het is ook een combinatie met de loonwerker. En hoe ga je om met machines en wanneer ga je het perceel op? Dus ga ook met name samen dat gesprek aan en ga naar de bodem kijken. Neem de schop mee het land in en kijk eens een keer wat het effect is. En dan kan je dat ook goed beoordelen. Wat me vandaag heel erg is opgevallen is dat er heel veel interesse is in de bodem toch wel vanaf de agrarische kant. Dat die verlegging van het bezig zijn met het vee en de koeien, dat de bodem toch wel steeds meer aandacht krijgt.